Je eerste les van vandaag, Leo, gaat over gaten boren in muren. Oh, wauw! Ik hou van boormachines! We hebben hem nodig om de schilderijen van burgemeester Bennebroek op te hangen. Voor dit soort muren hebben we schroeven nodig en wandpluggen in plaats van spijkers. Eerst kijken we of de boormachine opgeladen is. Hallo Bob, ik ben Robo Leo 3000, de klusjesrobot. Ik ben opgeladen. Hi Robot Leo 3000. Kun je de echte Leo terugroepen, zodat hij het boordje vast kan zetten? Natuurlijk, Bob. Die zit. Nou, zet hem op. Goed, langzaam beginnen. Dat is goed. En nu met iets meer kracht. Iets meer nog. Wow. Oh nee, hè? Wat heb ik gedaan? Het is niet erg. Alles is in orde. We kunnen het maken. Weet je zeker dat je deze in je eentje op kunt hangen? Yep. Ik heb goed opgelet. Ik weet nu hoe ik het moet doen, Bob. Goed. Dan laat ik je alleen. En Leo, hoe is het gegaan? Ja, ik denk dat ik nu wel alles weet over gaten in muren boren, Bob. Het ziet er perfect uit. Oh nee, toch? Ik had maar een paar keer nodig voordat het perfect was. Oké, Leo, je tweede les van vandaag gaat over gaten in muren vullen. Oké, Leo. Ik zag een boomstam achter in een van onze opslagplaatsen en ik bedacht me toen dat ik je nog moet leren hoe je met de kettingzaag moet omgaan. Oké, eindelijk. Hier kijk ik al mijn hele leven naar uit. Maar onthoud goed, de kettingzaag is een erg gevaarlijk apparaat. Dus veiligheid is hier heel belangrijk. Natuurlijk, Bob. En daarom concentreer ik me vandaag extra goed. Mooi. Dus, als eerste de juiste veiligheidsspullen. Ik heb hiervoor alles nodig. Handschoenen, veiligheidsbril en gehoorbeschermers. Oké, nu even achteruit, Leo. Ik ga de kettingzaag aanzetten. Trek de startkabel hard aan totdat de motor brult. Haal de rem los. Knijp de hendel in en begin met zagen. Scoop, Muck, Lifty, kom snel kijken. Wauw, zo gaaf. Dat is mega geweldig. Wow, meesterlijk, Bob. Ik moet nog een hoop leren voordat ik zo goed word als jij. Gewoon oefenen, Leo. Hebben jullie een boomstam gezien? Die had ik besteld voor de wip die ik wil bouwen in de speeltuin. Oh, oeps. Ik denk dat je er misschien nog geen moet bestellen, Wendy. Of trouwens, waarom ga je niet even zitten? Dan doe ik het. Oh. Deze weg moet opengebroken worden, zodat we de leiding hieronder kunnen maken. Weet je nog wat ik over de boormachine heb gezegd? Yep. Plaats de boor onder een lichte hoek, leun het naar jezelf toe. Zal ik het voordoen? Ja, graag. Heel goed. Wat zeg je? Oeps, ik kan je niet zo goed horen met deze op. Ik zei heel goed. Kun jij de rest van de weg openbreken, dan haal ik de nieuwe pijp. Zeker weten, Bob. Mooi. En denk eraan om je gehoorbeschermers op te doen als je gaat boren. Leo! Oh, hi Muck. Wat is er? Bob zegt dat je wel even pauze kunt nemen. Wendy heeft wat lekkers voor ons. Stekkers? Oh, er liggen er nog wel een paar achter in de schuur. Leo! 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 Oh, hey Muck. Ik had je niet gezien. Wat is er? Wil je niet weten wat voor lekkers er is, Leo? We worden verwend. Cement? Oh, ja, er ligt nog wel een zak bij de emmers. Leo! Hey Muck, kan ik je helpen? Er is nog maar één klein stukje cake over, Leo. En Bob zegt dat er hele goede room in zit. Hele goede boor in zit? Dank je, Muck. Ik vraag me af waarom Leo geen stukje cake wilde hebben. Tja, hij heeft echt iets gemist. Huh? Wat heb ik gemist? Wendy's cake. Sorry, alles is op nu. Was er dan cake? Waarom heeft niemand dat tegen me gezegd? Ik ben bijna klaar met het plaatsen van de palen voor het nieuwe hek, Leo. Kun jij het afmaken terwijl ik het draad ga halen voor de verbinding? Tuurlijk, Bob. Deze grote rubberhamer is klaar om te knallen. En ik sta klaar met de palen. Oké, we mappen ze erin. Niet zo snel, niet zo snel. Vergeet niet te controleren of de palen dezelfde lengte hebben, zodat ze straks allemaal even hoog zijn. Oké. Deze is een klein beetje te lang. Mag ik ze nu erin slaan? Ja, mogen we nu eindelijk? Oké, ik laat jullie je gang gaan. Maar let op dat ze allemaal even hoog zijn. Ah, die zit goed. Eindelijk tijd om te mappen. Wahoo! De volgende graag, Scoop. Wij hebben deze klus voor elkaar voordat je het weet. En die zit ook. Supergoed. Oh. Deze is langer dan die daar. Had Bob niet gezegd dat je ze op moest meten en op lengte moest zagen, Leo? Dat is toch niet nodig? Ik sla deze gewoon nog wat dieper. Nu is hij korter dan de andere palen. Oh. Dat maakt niet uit. Dan sla ik al die anderen ook gewoon wat verder de grond in. Opgelost. Leo? Oh. Misschien nog een paar klappen? Leo, Scoop... Wat is er gebeurd met de palen voor het hek? Ik denk dat ik me toch iets te veel heb laten gaan. Ja, ik denk dat je een beetje bent doorgeslagen met het slaan. Bekijk het van de zonnige kant. Ze zijn allemaal even hoog. Dit wordt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Oké, Leo. Weet je nog wat je gaat leren vandaag? Nou, vast niet wie de finale gaat winnen vandaag. Niet helemaal, Leo. Je gaat leren hoe je moet metselen. Oh ja, dat was ook zo. Cool. Eerst doe je mortel op je troffel en dat verspreid je gelijkmatig over de muur. Leo? Een vriend vertelt me net dat Lentenstad op kop gaat. Woehoe! Oh, sorry. Plaats je steen daarop. Stamp hem aan en schraap dan de overige mortel eraf. Pak de volgende steen, smeer mortel op de zijkant en plak deze naast de vorige. Enzovoorts. Geen probleem, Bob. Ik moet naar de werkplaats. Blijf jij je concentreren op de klus, dan ben ik zo terug. Oké? Natuurlijk, Bob. Dit is toch wel een van de spannendste wedstrijden die ik ooit heb gezien. En het is rust. Wat een geweldige eerste helft. Goed moment voor de lunch, denk ik. Maar waar is mijn broodtrommel gebleven? Die moet toch hier erg... Oh, nee! Hey Leo, hoe gaat het metselen? Goed Bob, goed. Ik ben even druk. Ik laat het je zo weten. Huh? Hoi Leo. Hi Wendy. Heb je misschien mijn boek ergens zien liggen? Ik kan het nergens meer vinden. Nee. Het zou hier toch ergens moeten... Oh, nee. Oh. En dat was het laatste fluitsignaal. Lentenstad heeft gewonnen. Ha! En de klus is geklaard. Ik ga Bob het goede nieuws vertellen. Maar waar is mijn walkie-talkie? Hi Leo, hoe staat het met de muur? Over. Oh. Oké, Leo, jij gaat deze muur schilderen terwijl ik verder ga met de oprit. Herinner je je nog alle stappen die we hebben doorgenomen? Ja, tuurlijk, Bob. Nog niet, Leo. Oh, wat dan? Eerst moet je de vloer afdekken met de beschermfolie tegen vlekken en schildersteep op het glas plakken. Oh, juist, juist. Was ik dat toch bijna vergeten? Maar ik heb het. Alsjeblieft, Dizzy. Klaar? Ik mix het allemaal nu meteen. Dank je, Dizzy. Leo, wacht eens even. Wat ben ik nu weer vergeten? Je moet alle scheuren in de muur opvullen voordat je de verf aanbrengt. Oh, ja. Ik testte jou alleen, Bob. Ik ga het gelijk doen. Mooi beton, Dizzy. Dank je, Bob. Alleen nog even gladstrijken. Wacht even, Leo. Uh-oh, wat nu weer? Er zit veel te veel verf op je roller. Daardoor gaat het druipen. Oh, oké. Ik rol er wel wat af. Wauw, het is zo glad, Bob. Het is echt perfect. Dank je, Dizzy. En ik ben nu eigenlijk wel aan een milkshake toe. Oeh, en mijn muur dan? Uitstekend gedaan, Leo. En je bent niets vergeten. Oh, fantastisch. Dan denk ik dat ik ook wel een milkshake heb verdiend. Denk je... Oh! Blijf precies waar je nu bent, Leo. Zet geen enkele stap. Huh, juist. Geen enkele... Stappen? Ja, hij heeft al te veel stappen gezet. Blijf heel stil. Oh, waar ga je heen? Naar binnen, voor mijn milkshake. Het is nog geen lunchtijd, Leo. Ah, maar ik heb heel erg honger. Help me eerst dit hout te zagen, dan mag je daarna je broodje. Jou zie ik zo weer. Oké, vandaag, Leo, ga ik je leren werken met de decoupeerzaag. Zodat jij het hout kan zagen voor de planken die we maken. Decoupeerzaag? Je houdt me zeker voor de gek, Bob. Ik zie toch dat die planken daar al lang staan? Niet alle planken zijn kastplanken, Leo. We moeten ze op maat zagen. Oh, dat ziet er makkelijk uit. Dat kan ik wel. Niet zo snel. Eerst gaan we oefenen. Kijken hoe het gaat met dit stukje resthout. Oh, ik wil het echte werk doen. Het is een krachtige machine, Leo. Je moet eerst oefenen. Hier, zaag langs deze lijn. Oh, dat is een makkie. Die heb ik zo in tweeën. Klaar. Oh. Deze is niet helemaal zo goed als die van jou, Bob. Geef niet, Leo. Probeer het nog eens. Maar deze keer druk je de knop wat minder hard in. Oké. Perfect. Oké, laten we gaan zagen. Alsjeblieft, Bob. Dat was de laatste plank die gezaagd moest worden. Kan ik dan nu mijn broodje gaan eten? Natuurlijk. Als je het in je mond krijgt gestopt. Geen zorgen, Bob. Daar heb ik al lang wat op bedacht. Leo, ik denk niet dat dat zo'n goed idee is, of wel? Oh. Ik haal wel een mes. Kijk, Leo, we hebben laatst bij een paar klusjes vertraging opgelopen omdat je een aantal dingen was vergeten. Echt waar? Oh, daar wist ik niets van. Nou, gisteren moesten we die grote telescoop van Maymoon toch schilderen en jij was de ladders vergeten. En de verfkwasten. En de verf. Oh, oh ja, nu weet ik het weer. Goed. De les van vandaag is dus controleren of we alles hebben voor we gaan en opletten dat we niets vergeten. Oh, dat is wel heel slim, Bob. Mooi. Deze ochtend gaan we in de dierentuin een hokje bouwen voor de bananen van de aapjes. We gaan naar de dierentuin toe. Woehoe. Ik heb een lijstje gemaakt met al het gereedschap dat we nodig hebben en ik wil kijken of het in je gereedschapskist zit. Oké? Oké, Bob. Goed. Als eerste, de waterpas. Heb ik. Mooi. We willen geen scheve schuur. Heb je ook een schroevendraaier? Ja. Die schroeven gaan niet zichzelf erin draaien. Precies. Hamer? Check. Ik ben dol op hamers, Bob. Die zou ik echt nooit vergeten. Goed. Dan nog het meetlint en een veiligheidsbril. Ja. Ja. En als laatste nog de zaag. Ah, hier. Au! Oeh, wees heel voorzichtig met scherpe dingen, Leo. Oké, dan hebben we denk ik alles. Laten we gaan bouwen. Oké, we zijn er klaar voor. Waar wacht je op, Muck? Moet jouw gereedschapskist ook niet mee, Bob? Oh ja, oepsie, vergeten. Zo, dit is de drager voor de terrasplanken die jij zult gaan vastspijkeren, Leo. Zo, dit is echt een fijne plek, vlakbij het strand. Perfect om wat zonlicht te pakken. Leo? Ja, Bob? Vandaag ga je leren werken met het spijkerpistool. Ah, tof! Dat heb ik altijd al willen doen. Het maakt zo'n cool geluid. Eerst leg je de plank op de juiste plek. Ja. Dan zet je de kop van het pistool op een plek boven de dwarsbalk en dan druk je de knop in. Wow, yes, woehoe! En dan schiet je meer spijkers door de plank in de dwarsbalken. Haha, ik hou van dat geluid. Boenk, boenk, boenk. Ik moet je nu alleen nog laten zien hoe je hem herlaat met nieuwe spijkers wanneer die leeg is. Oké. Met deze knop maak je hem open en dan schuif je hier een nieuwe strip in. Snap je het? Ik snap het. Ik ben er klaar voor. Fijn. Als jij dan het terras vastspijkert, ga ik de lak halen. Haha. Dat ziet er super strak uit, Leo. Goed gedaan. Ah, dank je, Bob. Toe, aan jou de eer om er als eerst overheen te lopen. Wow, 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 oh, oh. Oh, nee! Leo, heb je eraan gedacht om het pistool te herladen, zoals ik had gezegd? Herladen? Wat? Huh? Het geeft niet. We kunnen het maken.